Zo, Jaco, heb je die middelste zaagbalk al gezien? Die zit hier ook een meter, nog geen eens een meter. Die zit stijf in die kant dan daar. Die hebben een kuif. Of hoe noem je dat? Een hanenkam. En een beetje punker is het. Zo, ja, wat ik heel mooi vind, en het zijn echt geen zeldzame vogels, maar ik vind het altijd wel heel mooi om te filmen, dat zijn de middelste zaagbekkers. Ja, ik zei het al, het zijn de punkers onder de vogels. De punkers onder de watervogels. Kijk maar eens naar die mannetjes met hun groene kuif. En met die rode snavel. Nou, de zaagbekken danken hun naam aan hun gekartelde snavel. En de binnenkant van die snavel is bezet met allemaal tandjes. Zoals een zaag ook. Ja, zoals een zaag eruit ziet. Komt er een vis in, komt er nooit meer uit. Dus hop, slik, weg. Tenzij... Dat is wel leuk om te zien. Als ze een botje vangen, krijgen ze niet gelijk weg. Dan komen die meeuwen erop af. En dan vallen die meeuwen die zaagbek aan en dan duikt die onder. Komt hij weer boven, gaat die meeuw er weer op. Maar ja, ze krijgen het op den duur toch weg. Het zijn niet van die hele grote botjes die ze vangen. Maar daar zijn ze wel even mee bezig. Dan zie je ze tobben, water drinken daarna. Middelste zaagbekken kun je hier ook aan de Brouwersdam zien. In de winter, in het voorjaar ook nog wel. En overwinter hier. Mannetjes en vrouwtjes. En heb je geluk, dan zie je ze balsen. Ook altijd leuk om te zien. Weer een jaar. Heet het al op? Ja.